je lever, alvleesklier en nieren revitaliseren. Waarom is het nodig om de lever, alvleesklier en nieren te revitaliseren? Waarschijnlijk weet je al dat deze organen niet alleen belangrijk zijn voor de spijsvertering, maar dat ze ook een belangrijke rol spelen bij de hormoonfunctie en het elimineren van gifstoffen uit het lichaam. Waarschijnlijk heb je dit wel eens meegemaakt. Je voelt je moe, opgezet en je spijsvertering voelt uit balans, waardoor het lastig is om je dagelijkse bezigheden uit te voeren. Wat is hiervan de oorzaak? Soms overdrijven we met kleine, schijnbaar onbelangrijke gewoontes en zijn we ons er niet eens van bewust. Het hebben van een slecht dieet, veel stress en het drinken van onvoldoende water kunnen belangrijke redenen zijn waarom je zoveel ongemak ervaart. Vandaag nodigen we je uit om door middel van onderstaand artikel wat meer kennis op te doen over hoe je je lever, alvleesklier en nieren kunt reinigen. Dit zal ongetwijfeld een positieve invloed hebben op je levenskwaliteit. Let dus goed op. Kies het beste fruit. Hoeveel stuks fruit eet jij op een dag? Een fout die veel mensen maken is denken dat ze door het drinken van veel vruchtensapjes de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vitaminen en mineralen binnenkrijgen. Dit is echter helemaal niet het geval. Als je altijd alleen maar de vruchtensappen drinkt die je bij de supermarkt kunt kopen, zal dit de volgende gevolgen hebben. Je krijgt veel te veel suiker binnen. Je stelt je lichaam bloot aan alle chemicaliën en conserveringsmiddelen die aan deze sappen zijn toegevoegd. Hierdoor wordt je lever gedwongen harder te werken om deze gifstoffen weer uit het lichaam te drijven. De hoeveelheid natuurlijke vruchtensap die deze sappen bevatten, is vaak erg laag. En doordat er aan de sappen suiker is toegevoegd, gaat de voedingswaarde sterk omlaag. Wat is dan de oplossing? Eet vers fruit dat, indien mogelijk, rauw is. Dat betekent dus geen fruitconserven, gekookt fruit of gebakken fruit. De beste vruchten die je kunt eten zijn: citroenen, sinaasappels, grapefruit, nectarines, mandarijnen, meloenen, papaya, aardbeien, pruimen. Om je lever, alvleesklier en nieren te revitaliseren, is het een goed idee om tijdens je ontbijt of lunchen fruitsaladen te eten. Je kunt bijvoorbeeld aan je havermout wat meloen, pruimen en aardbeien toevoegen. Dit is echt heerlijk. Of maak tijdens de lunch een salade met spinazie en ananas. We hebben het inmiddels gehad over fruit. Nu willen we je graag op de hoogte stellen van welke essentiële groenten absoluut deel uit zouden moeten maken van je dieet. Om goed voor je algehele gezondheid te zorgen en de werking van je lever, alvleesklier en nieren te verbeteren, is het verstandig om in het vervolg deze groenten aan je maaltijden toe te voegen. Artisjokken. Zoals je weet zijn artisjokken echt heerlijk. Combineer de groenten met wat olijfolie en een beetje witte wijnazijn en je hebt een perfect avondmaal. Wanneer je artisjokken kookt, onthoud dan dat het kookwater na afloop ook geneeskrachtige eigenschappen heeft. Giet dit water dus niet door de gootsteen, maar bewaar het en voeg er wat citroensap aan toe. Het drinken van deze drank zal helpen je lever en nieren sterker te maken. Wortelen. Een goede manier om wortelen te eten, is door ze eerst te schillen en vervolgens te raspen.
Op deze manier kun je de wortel goed toevoegen aan salades. Voeg ook een beetje citroensap toe. Onthoud in ieder geval dat het beste is om wortelrauw te eten, zodat je alle goede voedingsstoffen binnenkrijgt. Bieten, wie houdt er niet van de verfrissende, aardse smaak van deze groente? De donkerrode kleur van bieten laat zien hoe rijk aan vitaminen en antioxidanten deze groente is. Sla deze groente dus niet over. Voeg bieten toe aan je salade of pureer ze in de blender en maak er een heerlijke smoothie van. Je zult er dol op zijn. Uien, waarschijnlijk weet je al dat deze groente geneeskrachtige eigenschappen heeft. Uien hebben een natuurlijke antibiotische werking. Ze bevorderen het uitdrijven van gifstoffen, versterken het immuunsysteem, verbeteren de spijsvertering en stimuleren de bloedsomloop. Het is het zeker waard om elke dag een klein beetje rauwe ui te eten. Voeg gewoon wat ui toe aan je salades. Op deze manier kun je profiteren van alle geweldige eigenschappen die dit bolgewas te bieden heeft. Begin je dag met een glas citroensap en baking soda. Deze natuurlijke remedie zal helpen de lichamelijke pH-waarde in balans te houden en verbetert de gezondheid van de lever, alvlees, klier en de nieren. Maak er simpelweg een gewoonte van dit mengsel 's ochtends te drinken op een lege maag. Het zal echt wonderen doen voor je lichaam. Doordat het de nierfunctie verbetert, zal het je lichaam helpen gifstoffen te elimineren en voorkomt het problemen met de lever, zoals het overmatig opstapelen van vet in dit orgaan. Ook is deze gewoonte goed voor de algehele spijsvertering. Ingrediënten: het sap van een halve citroen, 1 kop water, 200 ml, 1 eetlepel baking soda, 20 gram. Hoe drink je het? Het is erg eenvoudig. Los de baking soda op in een kop water en voeg vervolgens het citroensap toe. Roer goed en drink de drank langzaam op. Drink deze drank 4 dagen achter elkaar elke ochtend en neem dan een week pauze. Onderstaande theesoorten zijn stuk voor stuk geweldig voor het verbeteren van de leverfunctie, het stimuleren van de spijsvertering en het versterken van de nieren. Wil je weten welke thee we bedoelen? We hebben het natuurlijk over. Laat het zout vanaf nu maar in het keukenkastje staan. Probeer het niet of zo min mogelijk te gebruiken en je zult zien hoe sterk je gezondheid zal verbeteren. Consumeer minder geraffineerde suiker en gebleekte bloem. Kijk uit voor soepen die bereid worden met voorgekookte of bevroren ingrediënten. Beperk de hoeveelheid alcohol die je drinkt en stop natuurlijk met roken. Alle koolzuurhoudende dranken die je in huis hebt in de prullenbak, als ook zoetigheden en toetjes die veel te veel suiker bevatten. Kijk uit voor rood vlees en andere voedingwaren die rijk zijn aan vet. Het lichaam heeft moeite met het verteren van dit soort voedsel. Daarnaast verstoren ze de werking van je lever, alvlees, klier en nieren. Dus, ga jij vandaag beginnen?